Goedemiddag. Even een kopje koffie. Heerlijk, Jolanda. Ja? Nederlandse koffie in Chicago. Niks mis mee. Smaakt heerlijk. Hé, hey, maar vertel eens. Jullie zijn hier nu al een paar dagen? Ja, klopt. We zijn hier een paar dagen op de IFT in Chicago. Internationale beurs. We zoeken veel nieuwe ontdekkingen. We zijn hier prize winning awards. We hebben hier bedrijven die ons als leverancier bedienen. En die zien wij op een grotere schaal aanwezig. We hebben ongeveer 30 klanten bezocht. Dus ook onze klanten zijn internationaal bezig om te kijken wat speelt er in Amerika. En als wij die trend kunnen aanhouden en meevolgen, dan schakelt dat makkelijker terug in Nederland. En zo hou je elkaar scherp, hou je elkaar op de hoogte. En je spreekt sneller de taal van elkaar. En nou ja, dat leidt altijd tot succes. Food Valley is een prachtige platform. Ook als ontmoetingsplaats, of het nou klanten of leveranciers zijn. Uit de hele wereld zijn hier mensen. En Food Valley en Yama die spelen daar een hele kleine rol in. Maar het is altijd indrukwekkend, het is altijd positief en het komt altijd een keer je kant op. Nou, dit klinkt heel positief, maar dan ben ik ook wel eens benieuwd, wat zijn nu de dingen die hier opvallen op dit jaar? Ja, dit jaar valt dus op dat er ook in Amerika een grote belangstelling is voor glutenvrije producten, glutenvrije ontwikkelingen. De zoutreductie, waar mensen ook staan te propageren, dat ook dat wordt aangepakt. Dat zijn eigenlijk de twee highlights die ons opvallen. En kunnen jullie daar goed op inspelen? Ja, zeer zeker. En gelukkig maar. We hebben een aantal prachtige producten zelf ontwikkeld. Dan wel ontwikkeld met onze toeleveranciers. Die inspelen op de vraag van zoutreductie, natrium, arme producten te ontwikkelen. En glutenvrij. Glutenvrij is veel gebaseerd op sojasaus. Dat is ons specialisme. En je ziet dat die markt zich ook in Europa harder aan het ontwikkelen is. En de Amerikaanse markt, die groeit enorm hard. Daar speelt men nu hierop in. Capaciteit gaat omhoog, komen meer aanbieders. Voor ons een mooie opstap om dat mee te nemen naar Europa. En ook dat we het kunnen laten zien. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.